Oké. Vandaag ben ik in Rotterdam, want Feyenoord speelt vanavond tegen FC Dordrecht en ik ben hostess in de Kuip. Hi. Hi. Ja, hallo. Hi. Aangenaam. We lijken wel een beetje op elkaar. Ziet er leuk uit, inderdaad. Feeling. Want jij bent hostess. Ja. Wat houdt het heel kort in? We verwelkomen alle gasten, iedereen die binnenkomt. Op de plek waar ik dadelijk sta gaat het echt vooral om de kaartjes scannen van de mensen die binnenkomen. En dat gaan we nu doen? Dat gaan we nu doen. Okay. Iets dichterbij, ja. Alsjeblieft. Prettige wedstrijd. Eén van jullie is net rood gescand. Okay. Fout gescand, oh, yeah. Hij was rood, sorry. Ben je een crimineel? Ja. Zijn jullie blij dat jullie naar binnen mogen? Jazeker, tuurlijk. 5-0, 5-0 uitslag. Oké, okay. Wel van Feyenoord, hè? 5-0. Oh ja, ja. En wat maakt het werk als hostess nou zo belangrijk in de Kuip? Wat als jullie er niet zouden zijn? Wij werken heel veel samen met de beveiliging. Maar de Kuip wil niet dat wij iets uitstralen, zeg maar, van strak beveiliging. En het is toch leuker om te worden aangesproken door een jonge dame die vraagt of je je bier wilt overgooien dan dat een beveiliger dat streng komt doen, zeg maar. We hebben wel altijd de beveiliging als backup, maar altijd samen. Je staat hier nooit alleen. We gaan nu naar de sluizen gewoon, waar iedereen omhoog gaat dadelijk als de wedstrijd begint. En wij gaan daar staan. Zorgen dat er geen glas omhoog gaat. Kijken of ze allemaal de juiste kaartjes hebben. En je wens iedereen een fijne wedstrijd natuurlijk. Oké. Okay. Ja? Is helemaal goed jongens. Fijne wedstrijd. Het drinkt wel net iets minder lekker uit plastic, hè? Maar ja. Je moet die kaarten controleren, dat zeg ik. Ja, ik was dus heel druk bezig met het glas afpakken. En die mensen, ik heb de kaarten niet gecontroleerd. Ben je zelf ook voor Feyenoord? Ja. Ik ben geboren Rotterdamse, dus... Ja, dan moet je wel voor Feyenoord zijn. Hè? Daarom. De sfeer is hier in ieder geval echt fantastisch. Ja, het is ook gezellig. 0-0. Het is nog 0-0. Derde minuut, dus we hebben nog even. Dit is echt Feyenoord. Geen woorden, maar dadels. Geen woorden, maar daden. Je staat in de Kuip, hè? Normaal doen. En je moet als host natuurlijk heel vriendelijk zijn. Heel erg duidelijk gezien. Hard kunnen werken. Proactief zijn, gastvrij, vrolijk. Succesbestendig. En bij verlies ook eventueel met de goede met de Kuip uitlopen. Precies. Dat is wat moeilijker, maar is wel de bedoeling. Ja. Dus we moeten weer verder. Oké. Nou pap, deze is voor jou, want ik heb heel de avond bij jouw club Feyenoord gewerkt in de Kuip. Zoals je hoort, Feyenoord heeft net gewonnen. En ik ga lekker naar huis.